Voorzitter, dank u wel. Ja, ik sluit me graag aan bij de warme woorden in de richting van de initiatiefnemers. En ik dank ze ook dat ze in deze bittere dagen, waarin heel veel boosheid bestaat in de Nederlandse samenleving, toch weer hebben gezorgd voor een stukje lach op onze gezichten. Want ja, het is toch een stukje humor dat een partij als Volt, die gefinancierd wordt door meneer George Soros, zich nu zorgen gaat maken over het lobbygebeuren in Nederland. Dat is nogal, dat is op zijn minst grappig. Voorzitter, het probleem is, onze democratie werkt niet in de praktijk. De uitkomst is namelijk steeds hetzelfde. Altijd krijgt dezelfde groep mensen zijn zin, namelijk universitair geschoold Nederland. De rest mag wel belasting betalen, maar feitelijk niet meepraten. Die universitair geschoolden zijn extreem conformistisch en hangen dezelfde ideeën aan. Links-liberale ideeën in zaken de EU, massa-immigratie, klimaatsocialisme, etc. En daarom wordt Zwarte Piet vernietigd. Daarom hebben we al die gelukzoekers. Daarom staat Nederland vol met die rare windmolens. Daarom wordt onze soevereiniteit weggegeven aan Brussel. We willen het niet, maar het gebeurt toch. En een van de manieren waarop die linksliberale elites zijn macht kan doen gelden, dat zijn de geldstromen naar allerlei linkse organisaties. Milieudefensie, Natuur en Milieu, Urgenda, het COC. En al die gelden komen van de overheid, dan wel van de postcode loterij. Zo krijgen dit soort extremistische clubs geld van de overheid en proberen ze dezelfde overheid te beïnvloeden. Lobby's betaald door de belastingbetaler, handelend tegen de belangen van de belastingbetaler. De klimaatwet komt bijvoorbeeld helemaal afkomstig van het overgesubsidieerde Milieudefensie. Vorige week kondigde Vluchtelingenwerk Nederland aan te gaan procederen met ons belastinggeld tegen onze belangen. Van dat soort dingen lig ik wakker. Niet van Cora van Nieuwenhuizen, hoe verkeerd haar gedrag ook is. Ook Soros doneert bijvoorbeeld aan de levensgevaarlijke klimaatlobby, wat een enorm gevaar is voor onze democratie, onze vrijheid en onze economie. Vraag aan de heer Dassen, wat gaan we doen tegen de lobby van de heer Soros in de Tweede Kamer? Het grote probleem qua lobby, dat zijn al die linkse clubs gefinancierd door linkse miljardairs of door de overheid of door de postcode loterij. En daar gaat deze nota niet over. Het is jammer, we praten vandaag over een mug en we praten niet over de olifant. De indieners komen met een groot aantal voorstellen die ik eigenlijk best kan delen. Ze komen met een lobbyregister bijvoorbeeld. Horen daar ook al die Greenpeace-activisten in die hier in de kamerbankjes terecht zijn gekomen? Diederik Samson, die 20 keer gearresteerd is omdat meneer zich niet aan de democratische wetten wil houden. Lisbeth van Tongeren, Joris Thijssen, moeten die ook in dat register? Hoe beschermen we ons tegen de lobby van de Groene Khmer? Over die voorstellen eens, de codes werken niet eens. De minister-president zou erop moeten toezien. Maar ja, het gaat ook een beetje om een mentaliteitskwestie. En ik zie een hele serie voorstellen, lobbyregister, registratiesysteem, een heel netwerk wordt opgetuigd. Ik zou me bijna gaan afvragen wat Aktal hiervan vindt. U weet wel, die toko die gaat over administratieve lasten. Heb dat nou echt allemaal nodig? Is het ook niet een soort gelegenheidswetgeving waarvan we toch altijd zeggen dat we dat niet willen? Hoe groot is het probleem nou eigenlijk? Volt is de spreekbuis van de Europese Commissie in de Tweede Kamer, schreef journalist Sibinia zeer terecht. Maar blijkbaar nu ook van de Raad van Europa. Moet Greco altijd blindelings worden opgevolgd, is mijn vraag. De Raad van Europa is ook niet zonder zonde. En het is niet zo dat wij juridisch verplicht zijn om al hun hersenspinsels te volgen. De zaak Stientje van Veldhoven wordt aangestipt. Weer een prachtig mooi stukje D66-netwerkcorruptie. Een beetje zoals die D66er die de baas was van de publieke omroep NPO. In bed ligt met de hoogste ambtenaar op het gebied van media. En tegelijkertijd subsidie vraagt bij diezelfde ambtenaar. Mevrouw van Veldhoven gaf als minister subsidie aan een of andere klimaatclub. Ze verzweeg ondertussen haar verbintenis met die club. En toen trad ze af om juist weer in dienst te treden bij diezelfde club die ze zelf subsidie had gegeven. Uiteraard allemaal voor een beter klimaat, voorzitter. Wat vindt de minister van deze zaak? Dit kan toch gewoon simpelweg niet? Mag ik een reactie? Ook een vraag aan de minister over oud-minister Cora van Nieuwenhuizen. Zij mag in haar huidige lobbyfunctie niet praten met ambtenaren. Maar ze krijgt wel een royale vergoeding voor haar werk. Namelijk 2,5 ton voor een bescheiden 2 dagen werk. Wat doet ze dan?
Ze zal toch niet tegen haar opdrachtgever zeggen, ja, ik mag niet met ambtenaren praten, dus ik heb de hele week maar de plantjes water gegeven. Het zou mij niks verbazen als mevrouw van Nieuwenhuizen praat met ministers, leden van het kabinet, staatssecretaris. Kan de minister mij dat vertellen? Zo ja, met wie praat Cora van Mora? Praat zij met welke ministers, waarover en wanneer? En als mevrouw Bruinslot dat niet ter plekke kan, tevoorschijn kan toveren, wat ik me goed kan voorstellen, dan mag dat wat mij betreft ook in een brief. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Leijten van de SP.